Dames en heren, goedenavond. Op grote schaal worden jaarlijks duizenden wilde zwanen illegaal gevangen en mishandeld. Gemeenten in het Groene Hart zijn de praktijken van deze zogeheten zwanendrifters. Dat zijn twee families, beu, en ze willen maatregelen. Een betrokken dierenarts legde bijna 3 jaar lang de misstanden vast op video en dat werd haar bijna fataal. Nou, dat is hier vlak bij mijn huis. Nou, wat controleren. Jij weet dat ik hier altijd bezig ben van... Idioot! Maar hij sloeg snoeihard op mij in, waardoor ik dus met de fiets naar achter viel. Ben je nou gek geworden? Ga dan met hem omgooien? Blijf van me af, joh! Verdomme, ik kan je zet! Hou op, joh! Doe eens rustig! Ben je godverdomme? En vervolgens heeft hij de hele tijd dus tegen mijn hoofd met zijn laarzen geschopt, in mijn buik geschopt. En dat zie je dus ook op camera. En toen kwam dus zijn zoon, die heeft me een paar klappen verkocht. En vervolgens in de sloot geslagen. Deze heftige beelden zijn niet geanceneerd. Twee mannen die een vrouw aanvallen en mishandelen omdat zij zich bekommert om wilde zwanen die door diezelfde twee zwanendrifters worden gemolesteerd. Van die veensloten. En dat is echt best wel gevaarlijk als je daarin komt. Want ja, met een dik jas, je zuigt zo door het modder weg. Een soort moeras is het. Ja, een soort moeras. Ik was echt bijna verdronken. Zwanendriften is handel in zwanen. Duizenden wilde zwanen in het Groene Hart worden jaarlijks uit het veld gestolen en verwond. Dat stelt dierenarts Saskia van Rooij, die al jarenlang de zwanen en deze praktijken fotografeert en filmt. Afgelopen jaren is er geen enkele, maar ook geen enkele vorm van handhaving en controle geweest. Helemaal niets. Helemaal niets. De zwanen worden vervolgens als siervogels doorverkocht aan Aziatische landen en de Emiraten. Het is miljoenenhandel. In het buitenland wordt bijvoorbeeld voor een koppeltje zwaan, dus een broedpaar, wordt, ja, als je op websites gaat kijken wat daarvoor gevraagd is, $2,500. De handel in zwanen is al sinds jaren verboden in Nederland. Slechts twee families onder wie deze zwanendrifter mogen dit wel doen. Dit geldt alleen voor de zwanen die in gevangenschap geboren zijn. Hun zwanen moeten geleeuwigd zijn, zodat ze niet kunnen wegvliegen en zijn herkenbaar aan een ring om de poot en een tatoeage op de snavel. Maar in praktijk handelen deze mannen ook in wilde zwanen en hun jongen, die vooral in deze broedtijd worden gevangen en verhandeld. En dat is verboden. En het gebeurt ook niet altijd even subtiel. Alle zwanen die hier in de omtrek die ik hier heb vastgelegd, dat zijn allemaal illegaal uit het wild verkregen zwanen. Die zijn niet geleeuwigd. Er is gewoon een illegale tatoeage opgezet. Daar zijn ofwel slagpennen van uitgetrokken en de vleugels van gebroken. Alle slagpennen worden uitgetrokken. Dat is gruwelijk pijnlijk en je moet daar ook enorm veel kracht bij uitoefenen. Die slagpennen zitten muurvast in een pot verankerd. Hij is er niet dood? Hij is dood. Hè? Hij is dood. Hij is dood. Zijn er nog meer dood? Er is dan wel een ontheffing om zwanen te driften, maar de voorwaarders worden met voeten getreden. Alleen al het leeuwieken van deze jonge siervogels, het amputeren van de vleugels, is sinds 1996 verboden en mag bij uitzondering alleen door een dierenarts gedaan worden. Ja? Toch doen deze families dit nog steeds. En de overheid doet er helemaal niets aan. Dat blijkt ook uit een brief van minister Opstelten uit 2014 over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, het toezichthoudend orgaan. In 2013 zijn geen controles uitgevoerd. En dat gebeurt al sinds 1996 niet. En intussen gaan de families onverstoorbaar door.
NVWA-rapporten stellen wel vast dat er misstanden zijn. Maar staatssecretaris Dijksma schrijft in 2013 aan de Tweede Kamer dat er geen overtredingen zijn vastgesteld. En ze informeert daarmee de Kamer verkeerd. Intussen lopen de zwanendrifters op andermans land om de zwanen daar te vangen. Ze komen ongevraagd en illegaal op privélanderijen, zoals hier te zien is op deze opnames. Ik wou voor zijn smol slaan. Ik wou daarmee van zo detaileren. Doe dat eens even, joh. Krijg 50 euro. Jij komt bij ons vragen of je op het land mag. Godverdomme, het heikt erom, jongen. En wij zeggen nee, niet op het land. En nou, ik loop dan niet op jullie land. En je komt gewoon op ons land. Ja, dat is het zeker. Het is aan wilde zwanen, dat weet u, hè? De gemeentes in het Groene Hart zijn deze praktijken spuugzat. Eigenlijk zouden ze toestemming moeten vragen. Maar ja, dat is niet de praktijk. Op het moment dat de eigenaar zou bellen naar de politie van er loopt iemand op mijn land en die heb ik geen toestemming gegeven om daar te lopen, dan gaat de politie, als ze tijd hebben tenminste, daar wel achteraan. Ja. En dan maken ze ook, als blijkt dat die toestemming niet is gegeven, natuurlijk wel een proces verbaal. Ja, maar dat gebeurt niet in alle gevallen. Nee, dat gebeurt niet in alle gevallen. We hebben een overzicht gekregen van de politie, 20 keer gebeld. En van die 20 keer zijn ze er wel 15 keer bij geweest. Ja, en dus 5 keer niet. En 5 keer niet. Nee. Valt het wel te controleren? Is er wel genoeg capaciteit bij de politie? Ja, dat is dus een van de problemen. Dit is een enorm groot gebied. De nieuwe gemeente Krimpen-de-Waard is 160 vierkante kilometer groot. We hebben natuurlijk enorm veel hectare groen grasland. En daar zitten die zwanen op. Dus het valt niet mee om dat goed te controleren. Jij komt bij ons netjes vragen. In 2011 wordt een oude man ernstig mishandeld omdat hij een van de zwanendrifters op zijn land zag en er iets van zei. Een aangifte bevestigt dat. Toen is meneer Oostveen is vervolgens op deze man, die was 86 jaar, een kleine fragiele man, is op hem afgestormd, is bovenop hem op hem gesprongen, zat bovenop hem en heeft toen zijn hoofd gepakt van de man van 86 en heeft hem minimaal 5 keer snoeihard tegen de grond aan geslagen, zijn hoofd, en hem dus met zijn handen gewurgd. Waardoor hij dus ook, hij heeft het bewustzijn ook even verloren. Een paar weken later overlijdt de man. Wekenlang is hij helemaal niet meer goed, was hij niet lekker meer. En is op een gegeven moment aan een hersenbloeding overleden. En zijn vrouw denkt eigenlijk nog steeds tot op de dag van vandaag, ja, dat het een met het ander te maken heeft. En ja, aantonen naar die tijd kan je niet. Maar het was eigenlijk een hele fitte man. En daarna is het bergafwaarts gegaan en is hij overleden. De zaak werd geseponeerd. Veel gemeentes in het Groene Hart hebben de zwanendrifters verboden in hun gemeente te werken. Maar in praktijk komen ze daar nog steeds. De gemeentes hebben nu in een brief aan staatssecretaris Dijksma te kennen gegeven dat het zwanendriften onmiddellijk moet stoppen. Nee, ja, wij willen heel graag dat het stopt. Wij willen dit eigenlijk niet in onze natuur. Het is dierenleed niet nodig. Dus wat ons betreft graag ermee stoppen. Even die pinnen eruit trekken, maar dat mag je niet zien, hoor. Nee, dat moet je niet doen, hoor. Echt niet, dat moet je niet. Nee, dat doe ik niet. Hè? Nee, dat mag je niet zien. Nee, dat... Godverdomme! Gek genoeg moet in plaats van de zwanendrifters melder Saskia van Rooij zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Omdat de zwanendrifters tegen haar aangifte deden wegens stalking. Ze heeft zich daarom gemeld bij de expertgroep Klokkenluiders. Ze blijft de zwanendrifters volgen. U heeft wel lef. Ja. U gaat het niet uit de weg. Nee, dat is ook echt. Elke keer moet ik mij weer over een drempel van angst eigenlijk heen zetten. Omdat elke keer kan het toch mijn laatste keer zijn. Maar ik heb zo ontzettend veel gruwelijke dingen gezien. Ik heb zo vaak zwanen gezien. Waarvan de slagpennen waren uitgetrokken. De vleugels waren gebroken. Die je dan als een stuk vel in de weilanden tegenkomt. En dan denk ik, ja, er moet toch iemand zijn in Nederland, ja, die daar iets tegen doet, die het vastlegt. Anders, niemand doet het anders. Het is vastgelegd en het wordt nu uitgezonden. De zwanendrifters wijzen alle beschuldigingen van de hand en ze willen niet voor de camera reageren. De verantwoordelijke staatssecretaris Sharon Dijksma wil een verbod op deze praktijken. Nou, ik denk dat iedereen die daarnaar kijkt en die beelden ziet, natuurlijk hetzelfde zal ervaren als ik. Ik vond het heel confronterend om te zien.
ook pijnlijk om te zien. En het is natuurlijk ook zo dat er ook geweld in voorkomt. Niet alleen naar dieren, maar ook naar mensen. En dat is altijd onacceptabel. Is die ook dood? Moet die er ook even tussenuit halen. Is die ook dood? Piet, die rechts hier. Piet, wat is er nou? Haal die er even tussenuit, anders gaat die ook dood. Nou, doe je het zelf even! Mogen! Beroep, dat is wel aan voorwaarden onderhevig. En wat je ook kan vaststellen als je deze beelden ziet, is dat zeg maar al die voorwaarden die vragen om goed met dieren om te gaan, om zorgvuldig te zijn, al die regels, ja, die worden letterlijk met de voeten getreden. Het lijkt wel alsof men zich van God nog gebod iets aantrekt. Hier is te zien hoe een wilde zwaan gevangen wordt. De vleugels van het beest zijn nog intact en het heeft nog geen tatoeage op de snavel. En hier, even later, wel. De Raad voor Dierenaangelegenheden, de RDA, adviseerde het ministerie al eerder het zwanendriften te verbieden. Maar tot nu toe werd dat advies in de wind geslagen. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het genegeerd is in de zin van, oh nee, ja, hier willen we niks mee doen. Ik heb het vermoeden dat het mogelijk een beetje tussen wal en schip is geraakt. In de loop van de tijd kan zoiets gebeuren. Het zou niet moeten. Maar staatssecretaris Dijksma is inmiddels zo geschrokken van de beelden die we haar laten zien, dat ze besluit de ontheffingen voor het zwanendriften per direct in te trekken. Ik zal die ontheffing intrekken. En ik denk dat het belangrijk is dat we de RVO nu de opdracht geven dat zo snel mogelijk te gaan doen. Omdat ook die duidelijkheid nodig is. En uiteindelijk het bewijsmateriaal wat niet alleen bij u op beeld te zien is, maar ook bij mij in een politierapport is toegekomen, ja, dat we daarmee natuurlijk actie moeten ondernemen. En zo snel mogelijk, betekent dat letterlijk dat het vanaf zaterdag einde verhaal kan zijn of vanaf maandag qua urgentie? U begrijpt de urgentie? Die urgentie die voel ik en gaat u er maar vanuit dat we dat echt letterlijk zo snel mogelijk zullen doen. Toch heeft Tjerk Bruinsma, de burgemeester van Krimpenerwaard, vraagtekens bij het nieuwe verbod. De vraag die zich natuurlijk voordoet, zullen we dat kunnen handhaven? Want degenen die daar nu hun brood mee verdienen, ja, die zullen dat denk ik niet zomaar opgeven. Dus daar zit wel een soort handhavingsprobleem. Nee, het ministerie van Economische Zaken meldt dat de nationale politie sinds vorig jaar een strafrechtelijk onderzoek doet naar de zwanendrifters. Goed nieuws dus, dat Sharon Dijksma, de staatssecretaris, een verbod wil instellen. Laten we hopen dat het gehandhaafd wordt.